Herken jij dit? Overal nog onafgemaakte werkjes? Dozen waarvan je niet eens meer weet wat erin zit? Met die ga ik zeker nog afmaken projectjes. De voorraad waar ik nog zeker dit en dit mee wil gaan maken. Hoog tijd om eens wat orde in de chaos aan te gaan brengen. En hoe ik dat ga doen, daar wil ik jullie in meenemen. En daarom deze serie. WIP. Of wij gaan mee. Het is de bedoeling dat ik gewoon iets uit deze kast pak of uit een andere kast. Ga kijken wat erin zit. En ga kijken, ga ik het nog afmaken? WIP. Of ga ik er toch niets meer mee doen en haal ik het uit of gooi ik het weg? Weg ermee. En elke maand haal ik dan één of meerdere, dat ligt eraan hoeveel werk het is of wat ik ermee doe, dingen uit de kast. En ga ik daarmee aan de slag. De bedoeling is dat het in elke video te zien is wat ik heb gepakt en waar ik mee aan de slag ga. En in de video die daarna volgt, kun je zien hoe ik daarmee aan de slag ben gegaan. Wat het eindresultaat is, heb ik hem afgekregen binnen die maand. En wat het nieuwe project gaat zijn voor de maand daarna. En dan hoop ik aan het eind van het jaar iets meer orde in de chaos te hebben. En misschien ook iets meer projecten af te hebben. Kijken jullie mee? Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe video van Peetjes Haakhobby. Deze video is een nieuwe video in de serie WIP of Weg ermee. Zoals jullie in het voorfilmpje hebben kunnen zien, heb ik overal dozen, tassen, van alles liggen waar nog projecten in zitten die nog afgemaakt moeten worden of waar ik weer brokken gaan moet beginnen. De WIP's. Maar misschien zit er her en daar ook wel iets in een tas waarvan ik zeg, nou, dat ga ik toch niet meer afmaken. Of ik weet bij God niet meer wat het is. En dan is het weg ermee. Elke maand maak ik een van die tassen en die dozen open. En dan ga ik er die maand aan werken. In de hoop om in die maand ook af te krijgen. Om zo mijn voorraadje WIP's een beetje kleiner te maken. Ik heb hier alweer een nieuwe tas klaarstaan. Waar ook weer van alles in zit, zo te zien. Een tas van Tom Groot. Die is van een van de kinderen. Is ooit van een of ander boek geweest. Met de Boekenweek of zoiets dergelijks. Ik weet het niet. Maar voordat ik ga kijken wat er in deze tas zit, gaan we eerst even kijken hoe mijn project van de afgelopen maand gegaan is. Degenen die die video gezien hebben, hebben gezien dat ik een doos met katoen had gepakt. Eigenlijk is het een voorraaddoos katoen, maar daar zat een WIP in. Namelijk Kim en Sim. Twee poppetjes die ik moest haken voor de klas van mijn jongste zoontje. En in de nu volgende video's, filmpjes, kunnen jullie zien hoe me dat is afgegaan. Heb ik hem afgekregen of niet? We gaan even samen kijken. Voor wie de vorige WIP of weg ermee gezien heeft, die weet dat ik deze poppetjes af moet gaan maken. Deze was eigenlijk blijven liggen omdat ik voor de haren niet meer de goede kleur had. Ik had op de gok een keer ergens een nieuw bolletje gekocht. Maar die is echt veel te licht. En dan heb ik onlangs deze gekocht. En die is wel goed. En het armpje was nog niet af. Omdat ik net niet meer genoeg had van deze kleur blauw voor de laatste toeren. Die heb ik al een tijdje geleden gekocht. Die moet volgens mij nog ergens in de kelder liggen. Of is dat deze? Het is deze, ja. Dus daar ga ik nu eerst mee verder. Ik ga nu eerst verder met Kim, zodat die helemaal afkomt, omdat die eigenlijk nog maar het minste werk is.
Zoals jullie kunnen zien, ben ik nu even met iets anders bezig dan met de haren. Ik heb hier Kim liggen. Ja, het is best wel even wat werk om allemaal die haren erop te maken. Dus ik had even zin in iets anders. Dus ik denk, dan ga ik even verder aan Sim. Want daar had ik alleen nog maar de beentjes en net het broekje. Dus ik denk, ga ik daar heel even aan verder. Want dat is dan toch net weer iets meer meters maken. Amigurumi gaat sowieso niet zo snel als die andere twee projecten die ik gedaan heb. Want ja, de andere, de sjaal en de lamp, dat was gewoon de hele tijd een herhaling van dezelfde toeren. Van een aantal toeren. Ja, en als je eenmaal die toeren in je hoofd hebt zitten, ja, dan kun je gewoon lekker doorhaken. Maar ja, bij zo'n amigurumi moet je toch elke keer op je patroon kijken. Dan heb ik gewoon een aantal toeren alleen maar vaste en vaste, dus dat valt dan wel mee. En ik moet bij deze ook nog kijken hoe ik het precies doe, want ik heb dus geen patroon van Kim en Sim. Maar ik heb dit patroon gekregen. En gekregen van de juf, hè, want ik ben dit voor de school aan het maken. Dus de juf heeft me het patroon bezorgd. En ik zal het even laten zien. Kijk, dus dit patroon. En dit patroon is August van Atelier Valerie. Daar heeft dus de juf het gekocht en het aan mij gegeven. Maar dan heeft Atelier Valerie zelf ook een Kim en Sim gemaakt aan de hand van dit patroon. En dat zijn dus deze. Maar daar heeft ze dus geen apart patroon van uitgeschreven. Dus ik ben nou zelf een beetje aan het kijken van wat moet ik dan aanpassen. Waar, kijk, want bij August, kijk, die heeft zo'n tuinbroekje aan. Maar dat tuinbroekje is heel laag. Als je dan naar de plaatjes van Kim en Sim kijkt. Even kijken, die heb ik niet meer openstaan. Maar dan zie je dat Kim een hoger tuinbroekje heeft. Sim heeft helemaal geen tuinbroekje. En het zijn natuurlijk ook andere kleuren. Dus het is een beetje zelf uitproberen ook. Want zij heeft ook de haren anders gemaakt dan wat ik ze ga maken. Dus een beetje van mezelf en een beetje van Atelier Valerie, zullen we dan maar zeggen. En ondertussen heeft Sim oogjes gekregen. En dan lijkt het opeens veel meer een echt poppetje. Let nou even niet op de was die achter in beeld is. Ik ben eigenlijk was aan het vouwen en tussendoor even snel nog wat aan het haken. Maar Sim groeit ook langzaam. Ja. Kim is kaal. Ja, Sim ook nog. Maar dat gaat nog goed komen. Maar Sim heeft nog geen iets in. Ja, Sim heeft ook nog een open hoofdje. Daar moeten we ook nog eventjes doorhaken. Oh, hier. Nog een armpje. Ja, maar alles wat er in die doos zit, er zitten ook nog bolletjes aan vast, dus dat is dat. Laat me even lekker liggen. Dat voelde ik. Ondertussen is het hoofdje van Sim helemaal klaar. Heeft ook al een neusje gekregen. Alleen het mondje moet nog. En ik heb zijn twee armpjes klaar. Die moeten er hier zo aankomen. Maar voordat ik ze eraan ga zetten, moet hier nog een zwart randje langskomen en hij moet nog een kraagje krijgen. Maar langzaamaan vordert het wel. Al ben ik wel een beetje bang ondertussen, want de tijd gaat hard, dat ik hem niet af ga krijgen.
Goed, we werken nog even lekker verder. Ik ben nu zover gekomen met Sim. De armpjes zitten eraan. Randjes bij de mouwen en een kraagje bij zijn nek. Ik ben ook al met zijn haren bezig. In ieder geval een beginnetje gemaakt. Maar het is nu toch echt tijd om deze video af te gaan ronden, want hij moet online. Wat dus betekent dat ik dit project niet binnen de maand af heb gekregen. Wat natuurlijk niet gaat betekenen dat ik het nu weer heel lang ga laten liggen. Kim, daar heb ik buiten wat ik aan de haren heb gedaan, heb ik daar niet meer echt aan gewerkt. Dus daar is ook geen vooruitgang in te laten zien. Maar ik moet nu stoppen. Nou, helaas dus niet helemaal af. Maar ik ga ze wel afmaken. Zeker weten, ben nu zover. Het is nog maar een klein beetje en dan zijn ze klaar. En dan kunnen ze met Cas mee naar school. Hoe ze dan uiteindelijk uitkomen te zien als ze helemaal klaar zijn, dat kun je zien in mijn maandvlog. Dat wordt dan de maandvlog van de maand mei. Ja, want daar zitten we nou. Dan deze tas. Er zit van alles in. Er zit echt van alles in. Dit is echt... Dit is het project waar ik mee heb leren haken. Ik ben toen 2018... Had één mooi gebaar. Had een, ja, zeg maar een kal. En eigenlijk startte die in januari, per 1 januari. En elke dag kwam er dan een patroon van een vierkantje online. Dus op het einde van het jaar had je dan 365 vierkantjes. Volgens mij werden het uiteindelijk dan 366. Want die vierkantjes werden een deken. En met 366 had je precies een rechthoekig deken. Moet ik weer even terugzoeken. Maar ik ben daar toen in juni eigenlijk pas mee begonnen. Dus ik liep toen al een half jaar achter. Hier hangen allemaal kaartjes aan met de nummertjes op. Van welke dag dat het dan is. Om er allemaal draadjes weg te werken. Dus ik ben toen wel heel ijverig aan de slag gegaan. Ik ben toen een beetje bij proberen te blijven door elke dag wel het vierkantje van die dag te haken. En dan met terugwerkende kracht ook vanaf januari. En ik heb er echt ontzettend veel van geleerd. Want ik, zoals ik zeg, dit is eigenlijk waar ik mee heb leren haken. Ik kreeg dan zo'n patroontje en als ik iets niet snapte, een steek niet kende of zo, dan ging ik gewoon op YouTube zoeken naar filmpjes daarover. En... ja, zoals het spreekwoord al zegt, aldoende leert men. Ik heb er echt heel veel van geleerd. Alleen ja, op een gegeven moment had ik zoiets van, ik wil wel eens iets anders haken dan alleen maar die vierkantjes. Dus ik was echt alleen maar hiermee bezig. En het is echt ontzettend leuk, want zoals je kan zien, het zijn echt allemaal verschillende patronen. Hier ben ik nog aan bezig zo te zien. Gelukkig ben ik zo slim geweest om daar een kaartje met een nummertje aan te hangen. Dat ik ook op kan zoeken welke dat het is. En af en toe stopte ik eens wat bolletjes dan in zo'n zakje om het ergens mee naartoe te nemen. Ja, en verder zitten er een heleboel bolletjes in. Zoals gezegd, hier heb ik mee leren haken. Dus ik had nog niet heel veel. Ik had geen ervaring, dus ook niet geen verstand van de soorten garens en zo. En ik ben toen eigenlijk begonnen met van die minis van de Action. Zou ik nu die deken moeten gaan haken, dan zou ik andere garen pakken. Omdat dit is dus katoen. Is het 100% katoen? Ja, 100% katoen. En die deken wordt zo ontzettend zwaar. Maar goed, ik ga hem nou wel hiermee mee afmaken natuurlijk. Ik hoop dat ik nog genoeg bolletjes heb, want ja... die zijn nu natuurlijk niet meer te krijgen in de winkel. Kijk, en ik maakte dan de kaartjes voor eraan te hangen. Hier staat nog niks op. Maakte ik van de wikkels van die bolletjes.
Maar dat betekent wel dat ik nog eens verder in mijn kast op zoek moet. Want ik heb dus ergens januari tot en met april, mei heb ik geloof ik klaar. Dat stuk deken heb ik ergens liggen. En ik ben toen op een gegeven moment ook begonnen om van onderaf die maanden, omdat ik die vrijwel compleet had, om die daar aan elkaar te haken. Ik heb nog, dus ik heb twee stukken deken ergens liggen. Ik heb nog zakjes met vierkantjes. Ik geloof juni, juli, augustus, zoiets heb ik nog in mijn kast liggen. Dus dan moet ik alsof we allemaal bij elkaar gaan zoeken. Maar dat ga ik in de volgende video dan doen. Dus zijn jullie... Ja, dit wordt wel een project waarvan ik nu al weet dat ik hem niet in een maand tijd af ga krijgen. Daarvoor moet er nog gewoon veel te veel gedaan worden. Maar wel leuk misschien om daar weer eens een keertje wat aan te werken. Dus wil je zien hoe de deken tot nog toe eruit ziet? En wil je zien wat ik daar deze maand nog allemaal aan kan, wil, ga doen? Dan moet je zorgen dat je de volgende video ziet. En dat kun je eigen beste doen door te zorgen dat je geabonneerd bent op mijn kanaal. En dan ook meteen op het belletje naast je abonneerknop te drukken, want dan krijg je vanzelf een melding wanneer er een nieuwe video online komt. Verder zou ik jullie willen vragen om een duimpje achter te laten onder deze video. En een reactie vind ik natuurlijk ook altijd leuk. Maar buiten dat ik dat leuk vind, zorgen duimpjes en reacties ervoor dat mijn filmpjes beter gevonden worden. Dus daar word ik dan ook blij van. Voor nu zou ik zeggen bedankt voor het kijken. En tot de volgende video.